Ik ben eerlijk geweest in de mooiste meisjesnaam die mij het meest trekt, daar ga ik voor. En Marwa had die verzonnen. Maar als het een jongetje was geweest, had ik altijd sinds jongs af aan had ik al een naam. Hallo guys, ik ben Selma Omari. En ik ben vanaf nu te zien in Selma, op mijn manier. En jullie hebben mij een aantal vragen gesteld. En die ga ik in deze video voor jullie beantwoorden. Wat is er positief en negatief veranderd sinds de geboorte van je dochter? Positief is gewoon mijn dochter. En positief is ook hoe ik met mijn dochter omga in deze wereld. En hoeveel liefde... Ik had nooit verwacht dat ik zoveel liefde kon voelen. En wat er negatief is veranderd, is mijn anxiety. Ik heb die meer gevormd. Ik ben bang als ik met haar buiten loop. Ik vind het spannend als ik met haar buiten loop. En ik merk gewoon dat dat af en toe wel zijn tol kan eisen. Volgende vraag. Wat is de naam van je dochter? De naam van mijn dochter is Amaya. En het is echt een wonderful name. Helaas heb ik hem niet zelf verzonnen. Ook niet de papa, maar Marwa. En daar is ze heel trots op. Haar naam betekent nachtregen. En dat vond ik heel mooi, want in islam is het sowieso überhaupt als er regen naar beneden komt, is dat een zegening. En dan mag je dua's doen, dus smeekbedes. En dan mag je God eigenlijk vragen wat je wil. Ik heb God gevraagd wat ik wou en ik heb haar gekregen. Ik ben eerlijk geweest in de mooiste meisjesnaam die mij het meest trekt, daar ga ik voor. En Marwa had die verzonnen. Maar als het een jongetje was geweest, had ik altijd sinds jongs af aan had ik al een naam. En dat was namelijk Noah. Welke levensles wil je je dochter meegeven? Dat is iets waar ik echt lang over na heb gedacht. Ik wil mijn dochter meegeven dat zij altijd lief moet zijn voor mensen. Ook al zijn zij niet lief voor haar. Dat de wereld een harde wereld is en dat ze zichzelf moet beschermen. Maar tegelijkertijd altijd haar tedernis moet bewaren en naar voren moet laten komen. En een hele wijze les die ik aan haar wil geven is... Al het goed wat jij voor iemand doet, verwacht het nooit terug. Dus doe het omdat jij het wil en omdat jouw hart dat ook wil. Wat was jouw droom als klein meisje? Willen jullie de waarheid weten? Zangeres worden. Ja, je kan het er mee eens zijn of niet, maar dat was wel mijn droom. Is dat erg om te zeggen? Nee, toch? Ja, ik denk niet eens zozeer zangeres worden, gewoon beroemd worden. Ja, dat was het. Raar, hè? Oppervlakkig, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, als kind kan je daar niet zo per se je vinger op zetten. Dus ja, als ik heel bland mag zijn en heel eerlijk, dat. Wat voor advies zou je aan de 16-jarige Selma geven? Oké, luister meid. De wereld komt op jou af. Wees er klaar voor. Je komt er echt wel. Blijf vooral true aan jezelf. Want dat is het mooiste cadeau wat je aan jezelf kan geven. En wees daar standvastig in. Wijk voor niemand weg. Ga voor niemand uit de weg. Iedereen die tegen jou wil brullen, hap. En laat niet los. Dat wil ik tegen haar zeggen. Wanneer mogen we de baby zien? Spannend, hè? Ja, ik weet het. Ik wil jullie haar super graag laten zien. Alleen ik vind dat wij in een wereld leven die heel eng is. En ik wil haar daar gewoon zoveel mogelijk voor beschermen. Dus ja, ik kan jullie daar geen concreet antwoord op geven, helaas. Maar de vraag of ik jullie haar wil laten zien, ja. Because I think you guys deserve to see how cute she is. Want ze is echt om op te eten. Zij kan echt in babyreclames. Echt, ik weet niet of elke moeder dit zegt over haar kind of zijn kind. Maar het is echt zo'n mooie baby. Wat is op dit moment je grootste droom? Dan denk ik voornamelijk aan ondernemen. Ondernemen, ondernemen, ondernemen. En dusdanig ondernemen dat ik mijn dochter een hele fijne leven kan geven. En dat ik gewoon nooit een nee aan haar hoef te verkopen. Als het gaat om haar leven makkelijker voor haar te maken. Dus als je mij vraagt waar ik mezelf zeg maar over 5 jaar zie, dan denk ik dat ik heel erg aan het ondernemen ben. Dat ik een nog leukere dochter heb dan dat ik nu al heb of dat ik nu al zie. En wellicht dat ik in het buitenland woon, dat weet ik nog niet. Maar dat is wel iets wat eventueel op mijn planning ligt. Zo, spannende dingen. Gaat het al wat beter met je social anxiety? Ik doe mijn best.
Ik doe mijn best. Af en toe vind ik het nog wel heel spannend, vooral in het begin. Ik kom nu wat meer naar buiten, ik werk meer, ik ga vaker naar de events toe waar ik voor ben uitgenodigd. En ik voel me altijd toch wel comfortabel als er mensen zijn die ik ken. Dus wat dat betreft merk ik nog dat ik dat heel erg opzoek. Maar I'm doing better. Er is vooruitgang. Als je mij zou kennen, zou je echt denken dat ik een social butterfly ben. Wat ik ook echt ben. En dat wil ik ook heel graag weer terugvinden. Alleen, omdat ik mijn zwangerschap zo lang geheim heb gehouden. En omdat ik altijd in de comfort was van mijn mensen. En de plekken waarvan ik zeker wist dat niemand er was. Heb ik dat een beetje aangehouden. En omdat dat nu niet meer mijn realiteit is. Vind ik het heel lastig om te wennen aan mijn nieuwe realiteit. En mijn social anxiety speelt gewoon heel erg op. Ook in het weerzien van mensen. Want nu is het out there dat ik een kind heb. En daarvoor niet. En ik leefde gewoon in een beschermde bubbel die ik zelf heb gecreëerd. Maar dat is helaas niet per se wat nu mijn realiteit is. Selma, op mijn manier, is nu te zien bij BNNVARA op NPO Start.